What up guys en welkom terug bij de GoGo Villa in Lloret de Mar. Een zomerlang nodigde GoGo Nederlands grootste influencers uit samen met hun beste matties. In verschillende challenges strijden zij in duo's tegen elkaar om de felbegeerde titel Beste Badgast. Jij bepaalt wie de wint, dus laat in de comments achter wie jij volgend jaar terug wilt zien. Dit is GoGo's Badgasten. En vandaag spelen we onze eigen variant op Fuck, Marry or Kill. De GoGo Vakantie Liefdesquiz. De teams van deze week. Sam en zijn best friend Mike nemen het op tegen Rijn en zijn beste vriend Nicolaas. Yes, welkom allemaal bij de GoGo Vakantie Liefde Quiz. Ik ben jullie presentator vandaag. En naast mij heb ik mijn onpartijdige assistent en scheidsrechter en beste vriend Niels Kella. Nicolaas, het team waar wij tegen gaan strijden vandaag bestaat uit niemand minder dan Sam en Mike. Laat me jullie even uitleggen hoe dit werkt. We stellen de badgasten de vraag, wat wil je met deze persoon op een vakantie doen? Wordt het een vakantieliefde? Een one night stand? Of stuur ze met het vliegtuig terug naar huis? De beste vrienden van de badgasten moeten raden wat ze hebben ingevuld. You get me fam? Let's go go dan! We gaan naar bordjes. Op elk bordje staat dus een vrouw. En jullie moeten gaan kiezen of je die naar huis gaat sturen. Dit weet je wel. Of de vakantieliefde wordt of een one night stand. Marije Suurveld. Dit is Fabiola. En dit is Selma. Jij mag aftellen Niels, 15 seconden. 15. 14. En niet kijken. Kopsteller. Mike, als je deze niet hebt, jongen, ja, mooi me voor je daarmee. Deze heb ik wel. Oh shit. Deze gekozen omdat ik dacht dat Sam, dit is wel de vakantieliefde van Sam. Ik dacht dat dit wel, dit vond ik wel een one night stand. Grappig, het is juist andersom hè. Dit is vakantieliefde, Untu. Wacht, wat? Oh mijn god. Ja, ik bedoel dus eigenlijk deze omgekeerd. Ja, nee, dat kan niet meer. Dat is nou te laat. Nou, die twee dingen had hij omgedraaid. Ik dacht dat de vakantieliefde de one night stand zou zijn. Dus ik dacht dat jij een one night stand zou willen hebben met Selma. En nu jij, Sam, leg uit. Waarom heb jij deze keuze gemaakt? Nou, ik vind Marije wel de knapste van de drie. Fabiola is niet echt mijn ding. Kort, en okay. Selma blijft er dan nog over. Dus die gewoon in het midden gedaan. Als ik zeg maar een bepaald type vrouw zie, weet ik wel gelijk al of Sam iets mee zou doen of niet. Waarom is Fabiola niet te doen dan? Nou, ik ken haar niet persoonlijk, dus ik ga niet heel veel haat op haar gooien of zo. Maar ik vind haar echt heel goed bij jou passen namelijk. Ja, zeker niet. De dingen wat ze doet spreekt mij niet heel erg aan, maar alright. Blijf nou, ik denk dat jullie mogen gaan kijken bij elkaar. Oké, okay, de uitslag is 1 punt jongens, dat is niet best. Dat is geen goede start. Nee. Ik vond dat Marije Suurveld qua uiterlijk wel uitsprong. En ik vind Fabiola drie keer niks eigenlijk. Nou, drie keer niks ook lullig, maar niet echt mijn ding. Dus dan blijft Selma over. Het was meer dat ik Selma overleef dan dat ik haar toen in die positie zette. In plaats van dat ik echt met Selma een one-night stand zou willen. Emma Wortelboer, Melanie Latoy en dit kennen we ook wel van GoGo ook, toch? Dat is Moïse. Ja, go! Dit is moeilijk. Go! Oké, let's go. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Oké. Wat denk je dat hij ik gaat denk zeggen? Ik denk dat hij niet deze op 1 heeft, omdat ik normaal op blond val. Ik heb niet echt een type, alleen mijn meerdere ex zijn toch wel blond. Ik heb nu ook een vriendin en die is ook blond. Yeah. Maar toch vind ik dit wel een mooie vrouw. Nou, ik vind familie Latoy sowieso heel leuk. Dus ken ik Melanie iets beter dan Emma. En ik vind Melanie ook wel iets knapper, denk ik. Zo vrolijk, zo zichzelf. Dus daarom koos ik eigenlijk voor Melanie, omdat ik die op het gebied van YouTube beter ken dan Emma. En jij, jongen? Deze ziet er heel, zeg maar, heel open uit en heel aardig. Zo zag het eruit. Dus ik dacht, kan je in je zak steken, moet je zien. Dit zou een beetje awkward worden voor hem. Sam kent Gio ook wel. Dit is, ja, bleef niet over. Oké, nou laten we het gewoon maar gaan bekijken, jongens. Weer 1 puntje erbij. Dat is eigenlijk een beetje een overhaaste beslissing. Als ik niet zo terugkijk, denk ik toch Emma, One Night Stand, Gio en Melanie wegsturen. Nou boys, jullie zijn aan de beurt. Jullie kennen elkaar wel iets langer dan Mike en ik, denk ik. Ik denk dat wij redelijk veel hebben meegemaakt samen, zodat we wel een beetje weten wat elkaars type is en waar we voor zouden gaan. Wij zaten samen in een band en dat hebben wij 5,5 jaar gedaan in Main Street. Ja. Dus ik ken jou al vanaf mijn 12e. En we wonen nu samen. En we wonen samen, dus dan zou je denk ik al helemaal denken van ja. Oké, je deelt alles, dus weet je alles. Maar dat, ja, het is toch niet zo makkelijk. Ananushin. Nou, die ken je natuurlijk allemaal. Gabi of Gaby? Gabi. En Maantje. Dit wordt wel echt een hele lastige man. Ja. Gaan we beginnen, boys? Ik denk Lotus. Nee. Ja, ik denk Lotus. Kom op! Zeg maar, qua vrouwen is, zeg maar, wat Ananushin qua type vrouw is, is het wel echt waar ik op val, zeg maar. Maan is ook lang. En ik niet. Oh, Rijn. Bro, ik zeg toch, denk logisch na.
Je kent Maan toch? Ja. Als ik net zeg dat zij te lang is. Zo toch niet? Ja, wel 1,80 of zo. Wat prima is, maar ik ben niet zo groot. Wij kennen elkaar natuurlijk veel langer dan zij elkaar kennen. Dus je zou denken, appeltje eitje. Ja, Gabi. Ja, dit is wel, lijkt me wel vet om daar een keer naar in huis te gaan. Ja, ik heb gewoon Anoushi gekozen. Dat is gewoon een droom. Ja, Maan zou ik wel, One Night Stand is dat wel leuk. Ik denk, wij kennen haar niet zo goed, dus ik denk van die zouden naar huis sturen. Ik vond het wel chockerend Rijn dat jij Maan naar huis zou sturen. Ja, dat snap ik wel. Ik schrok ook van mezelf. Jeetje, dacht ik. Rijn, doe eens even normaal man. Yo, Vaga, even een kleine onderbreking. Abonneer nu allemaal even op het kanaal van GoGo, want er komen nog veel meer video's aan. En ik wacht hier wel even. Knop is trouwens beneden. Zijn jullie er al? Ik heb alle tijd van de wereld, dus we gaan pas door als jullie hebben geabonneerd. Gelukt! Hi, dan gaan we nu verder. Marije Zuurveld, Selma en Fabiola. Je moet denken aan wat ik knap vind, hè? Ja. Oké. Denk gewoon aan mijn exen en dan zeg maar aan vakantie Vlam. Ja, precies. Maar One Night Stand is iets anders dan Vlam, hè? Ja, daarom. Maar zeg maar, wie wil je langer? Reizentype is een meisje met inhoud. Dat klopt. Met inhoud. Een meisje. Met een beetje inhoud. Moet wel niet te veel, hoor. Volgens jou moet je wel. Niet te veel. Gewoon wel iets dat je tegen kunt praten. Ja, maar, sowieso, ja. En donker haar, sowieso. Donkere ogen. Latina, denk ik. Toch? Als ik het woord uitkiezen heb, wel, ja. Precies. Ik ben hier heel blij mee. Dit is wel mijn type, zeg maar. Dus daar, zeg maar, als ik op de lange termijn mee zou zijn. Wie, Fabiola? Ja, Fabiola dus. Fabiola is niet echt een type. En Marije vind ik wel knap. Ik dacht dat je dit zo als One Night Stand zou doen. En dan Marije gewoon als ik snap dat lange je dat denkt. Ik snap dat je dat denkt. Maar het is niet waar. Iedereen roast echt Fabiola. Het is echt niet normaal. Dat zij zichzelf staande houdt, vind ik echt een hele prestatie. Kijk, hun vriendschap is nog best vers. Dus dan heb je het ook vaak over iets. En dan is alles oppervlakkige dingen, weet je. Precies, wel. En alles wat je verteld hebt is ook nog vers. Precies, dan. Ja. Dan zit het nog. En bij ons zit dat allemaal diep, weet je wel. Ja, je moet graven, weet je wel. Veel meer informatie. Ja. Dat is wat het moeilijk maakt. Wij kennen elkaar eigenlijk te goed. Dat is gewoon waar het op neerkomt. En dan is dit alweer het einde van deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende video, hopen we. Ciao, ciao. Yes, man jongens, dit was het dan alweer. De GoGo Vakantieliefde Quiz. En als je de video leuk vond, vergeet hem dan eventjes niet te liken. En vergeet niet te subscriben. Want er komen nog veel meer video's aan van de badgasten vanuit Joret de Mar. En nu je toch bezig bent, laat even in de comments weten wie jij de beste badgast vindt. En dan ga ik afscheid van jullie nemen. Later. Skidoo!